Ik ben Jantine Kriens. Ik ben voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Begin jaren zeventig studeerde ik in Amsterdam Nederlandse taal- en letterkunde. En er was een docenten en die gaf me een cadeautje, namelijk een zin die ik de rest van mijn leven heb meegenomen. Als je niet uitkijkt, denk je dat een rivier een blauw lijntje op de landkaart is. En het is een hele mooie metafoor die zich, wat mij betreft, in de afgelopen 40 jaar meerdere malen voordeed. Om de spanning tussen de leefwereld van mensen, de wilde rivier die daarbij hoort, die stelkens weer verandert en elke dag anders is en waar allemaal stenen in meegenomen worden. En de landkaart, waar die rivier een blauw lijntje is geworden, die je toch nodig hebt omdat je overzicht moet hebben. In de jaren daarna. Ben ik zelf in gemeenten bezig geweest? Er zijn heel veel gemeenten bezig geweest. met die veranderende samenleving. En wat je zag. is dat de samenleving complexer werd. en dat de regelgeving. eigenlijk steeds verder af kwam te staan van die leefwereld. En dat was een van de argumenten. waarom heel veel gemeenten. al in de jaren negentig zeiden. eigenlijk zou je heel veel beleid moeten decentraliseren. Decentraliseren naar die lokale overheid. die veel dichter bij de mensen staat die beter die complexiteit in het oog kan hebben en beter in staat is om dichter bij die leefwereld van mensen te komen. Maar ja, dan moet je wel allerlei landelijke regelgeving kunnen slopen. Dan moet je wel meer vrijheid hebben om op maat van je eigen inwoners te kunnen werken. Nu hebben we de decentralisaties. En het ingewikkelde is dat je dan begint met wat we zijn gaan noemen de transitie, de overgang van het ene systeem naar het andere systeem. En in die transitie is natuurlijk een heel belangrijk element dat je continuïteit probeert te organiseren van de mensen die al in de zorg zaten. Met bijvoorbeeld een instelling die hele specialistische hulp verleent. En in die specialistische hulpverlening te maken heeft met 70 gemeenten. Dat is voor die gemeente ingewikkeld. Want eigenlijk wil je dichtbij zorg organiseren, maar die instelling die zit heel ergens anders. Maar het is ook voor die instellingen ingewikkeld. En wat je dan ziet, is dat we nu in de fase waar we nu zitten. eigenlijk precies voor de dilemma's zitten. Hoe zorg je dat je die continuïteit vasthoudt van mensen die nu in de zorg zitten? Maar voorkom je ook dat je weer een bureaucratisch systeem op gaat zetten? Dat is een ingewikkelde opgave. En nog ingewikkelder is dat je tegelijkertijd ruimte moet maken en dat ook nog eens met een bezuiniging erop om ervoor te gaan zorgen dat je de nieuwe dingen tot stand gaat brengen. Want wat wilden we? We wilden dichter bij de leefwereld van mensen komen. We willen eerder erbij zijn. We willen dat mensen in staat zijn om zelf regie op hun leven te komen. Niet te zorgen voor mensen als overheid, maar ervoor te zorgen dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. En dat is een hele ingewikkelde opgave die je opnieuw voor heel veel dilemma's zal brengen. Die transformatie waar we het dan over hebben, die gaat over een andere manier van kijken naar je lokale samenleving. Die gaat over een andere manier van kijken naar wat betekent die leefwereld nou voor het systeem dat we lokaal in willen richten. Want dat je een systeem in moet richten, dat is natuurlijk duidelijk. Als we als lokale overheden de verbinding willen maken met die leefwereld van mensen, dat je een onderscheid moet maken tussen de mensen voor wie het voldoende is om gewoon een goede basisinfrastructuur te hebben. 80% van de mensen is dat eigenlijk wel. Daar moet je een huisarts voor in de wijk hebben, daar moet je een consultatiebureau hebben, daar moet je de leerplicht goed voor doen. En dan is er altijd zo'n 20%. En die 20% die heeft te maken met grotere opgaven. om voor jezelf te kunnen zorgen of om voor je naasten te kunnen zorgen. En een groot deel daarvan, ik denk zo'n drie kwart in de meeste gevallen. daar volstaat het als je in een wijk een extra weefsel maakt. Waardoor je mensen die niet uit zichzelf hulp komen zoeken. of waardoor je mensen aan elkaar kunt verbinden. En dat is wat de wijkteams gaan doen in de komende periode. Maar voor 5%, daar zie je dat die vaak met zoveel opgaven te maken hebben, dat ze soms wel met twintig wetten te maken hebben. Maar wat je vooral ziet, is dat allerlei wetgeving elkaar tegenwerkt. Een casus die ik onlangs tegenkwam, is een hele mooie daarin, vond ik zelf. En dat ging over een vader, twee kindjes. En die twee kindjes die hebben allebei een hechtingstoornis. En die vader die was in de schuldhulpverlening terechtgekomen. En die kwam in de schuldsanering terecht. En de regel is: als je in de schuldsanering terechtkomt. dan betekent dat dat je al je bezit moet verkopen. En het enige bezit wat die vader had, dat was een auto. En die auto die bracht 4000 euro op. Maar met die auto vervoerde hij zijn kinderen. naar het speciaal onderwijs. Dat kon niet meer. En dus moest er taxivervoer ingeschakeld worden. En omdat die kindjes een hechtingstoornis hadden. Hadden die problemen met elke dag weer een andere chauffeur die hen naar school bracht? En dat betekende dat er zwaardere hulpverlening voor die kindjes nodig was. En als je dan van een afstand kijkt, dan denk je wat een raar systeem is dat. Want we hebben die meneer zijn auto laten verkopen en dat heeft 4000 euro opgebracht. Maar dit heeft de samenleving meer dan een ton gekost. Hoe ga je nou om met dat soort van dilemma's? En dat is tegelijkertijd dus ook de opgave. In de transformatie in de komende periode. Daar zijn geen eenduidige antwoorden op. En dan volstaat het niet om te zeggen: van als je nou maar ruimte biedt. of als je nou maar regels schrapt. We zullen nieuwe regels moeten verzinnen. die dienstbaar zijn aan mensen op maat bedienen. Aan ervoor zorgen dat je mensen sterker maakt. in plaats van dat je mensen pempert. of dat je mensen zelfs onmachtig maakt, omdat je allerlei wetgeving. De opzet die eigenlijk tegenstrijdig werkt. Die opgave die is waar we in de komende periode heel erg mee aan de slag. Dat geldt voor gemeenteambtenaren, maar dat geldt ook voor politici. Dat geldt voor wethouders, dat geldt voor raadsleden, dat geldt voor professionals. Met elkaar zullen we telkens weer moeten zoeken naar hoe je vanuit eigenlijk tegenstrijdige waarden ervoor moet gaan zorgen dat je in de leefwereld van mensen. De instrumenten geeft om langer thuis te blijven wonen. Als je ouder wordt en zo langzamerhand dingen niet meer kunt en daar zorg bij nodig hebt. Maar ook als je een gezin hebt en in dat gezin heel erg veel problemen hebt. In die opgave denk ik in de komende periode dat het niet voldoende is. Om te zeggen als we de bureaucratie er nou maar uithalen. In die opgave zullen we moeten zoeken naar kwaliteit. En ik zeg altijd kwaliteit, dat is eigenlijk de uitkomst van een goed gesprek. En over welke gesprekken heb je het dan? Dan heb je het om te beginnen. Over het gesprek wat mensen met zichzelf hebben, met hun omgeving hebben en vervolgens met professional hebben als er aanvulling nodig is. Wat is nou de moeite waard? Wat heb ik nodig om ervoor te zorgen. Dat ik regie over mijn eigen leven kan hebben, krijgen of houden. Dat zijn ingewikkelde gesprekken. Vervolgens is dat ook een politieke discussie. Stel dat die schuldhulpverlener nou had gezegd, 4000 euro, die gaan wij jou uit de kas van de sociale dienst geven. Want daarmee besparen we als samenleving heel erg veel geld. Dan is dat een hele goede professional. Maar tegelijkertijd moet die wel gedekt worden door een gemeenteraad. Door een wethouder moet hij wel weten, als ik die ruimte pak, dan doe ik wat mij gevraagd is. Namelijk die meneer de regie over zijn eigen leven laten houden, hem helpen om zijn schulden af te lossen, maar om ook zijn verantwoordelijkheid naar zijn kinderen te laten nemen. Want dat is voor zijn kinderen goed, dat is voor hem goed, maar dat is ook voor de samenleving goed. Dat type van afwegingen, dat is de afweging die we in de komende periode moeten gaan hebben. Met elke inwoner die, daarom, die dat nodig heeft. Maar ook in elke gemeenteraad in Nederland. En in elk ambtelijk apparaat. En met de professionals waar we het over hebben. En er zijn geen simpele oplossingen. Dat kunnen we beter. En daarbij zullen we heel dicht moeten zitten bij de leefwereld van mensen. Dat betekent dus ook dat als je aan de slag gaat met de decentralisatie, met het sociale domein, als je gemeenteambtenaar bent of je zit in een wijkteam. Dat je niet moet kijken. Wat hebben ze aan de bovenkant erover geschreven? Wat zijn er allemaal voor landelijke nota's? En hoe kan ik dat vertalen naar mijn wijk? Nee, precies andersom. Hoe ziet mijn wijk nou in elkaar? Welke mensen zitten hier? Wat hebben die mensen nodig? Hoe kunnen we mensen aan elkaar verbinden? Wat moet er geregeld worden? Waar moeten we grenzen oprekken? En waar hebben we te maken met regelgeving die gewoon echt gesloopt moet worden? Volgens mij is dat de opgave. En het is een prachtige opgave. Want dat kan betekenen... Als we dat goed doen als gemeente in de komende jaren, dat er echt een andere lokale samenleving gaat ontstaan. Die voldoet aan dat wat mensen echt nodig hebben en waar mensen zelf invloed op uit kunnen oefenen. Ik vind het een fantastische uitdaging en ik hoop dat jullie dat ook vinden.